Mildred en Diego. Zondag komt de documentaire serie Uit de Bak aan de Bak. Jij maakt portretten van jonge mensen die een slechte start hebben gehad, gedetineerd zijn geweest bijvoorbeeld. Waarom wilde je dat maken? Ik heb het niet alleen gedaan, ik heb het samen met mijn collega's gedaan. We zitten hier aan de overkant. Mijn drijfveer is in zijn algemeenheid dat ik het heel erg belangrijk vind om met mensen te praten in plaats van over. Daarnaast hebben we heel graag zeg maar, het onzichtbare zichtbaar willen maken. En we hebben het gewoon heel belangrijk gevonden om jongeren die in aanraking zijn geweest met politie of justitie of ook in de gevangenis hebben gezeten en nu weer terug willen keren in de maatschappij te belichten en te laten zien van waar komen ze vandaan, wat willen ze, waar lopen ze tegen aan, wat is hun achtergrond. Dus dat is eigenlijk zeg maar de beweegreden geweest. Zo te zien ben jij onlangs alweer ergens tegenaan gelopen, Diego. Of wat is dat wat er op jouw hand arm zit? Ja, ik heb een vechtpartijtje meegemaakt. Vechtpartijtje? Vechtpartij. Ja. Onlangs? 2 dagen geleden. Oké. Okay. Met wie? Met een jongen uit Delft. Waar ging het over? Ik heb een vriend van mij, die heeft laatst een heupoperatie gehad. Die heeft 5 metalen pinnen in zijn heup. Die is net uit gips uit, die kan nog amper zich omdraaien of breekt zijn heup weer. En een jongen in Delft stuurt 3 jongens van 17 op zo'n jongen af om die jongen in elkaar te laten slaan. En dan zorgt hij ook nog eens dat mijn broertje heel veel problemen krijgt. En die jongen kwam ik toevallig tegen. Ja, en dan is het gewoon knal? Ik hield me niet echt goed in de hand, nee. Nee. Jij bent 17 jaar, hè? Ik ben 17. En ik zei het al in de inleiding een paar keer, je hebt al een gruwelijk leven achter de rug. In de zin dat je al heel veel nare dingen hebt meegemaakt. Misschien moeten we even naar een klein stukje kijken. Ik ben op mijn 3e ben ik uit het huis geplaatst, door jeugdzorg. Omdat mijn moeder een zwaar drugsprobleem had en mijn vader voor een aantal jaar vast zat. Ja, het ging eigenlijk altijd al niet echt goed. Mijn moeder liet me sinds 3 maanden alleen thuis rondig. Oppas. Pleegzin kon op een gegeven moment niet meer handelen door mijn wegloopgedrag. Ja, je bent een jongen van 3. Het enige wat je gewend bent is je eigen gezin. Je wilt ook terug. Diego blijft niet in mijn huis. Sorry, die gaat naar buiten. Nee, want jullie doen elkaar dan te veel verdriet. Nee, ik vertrouw hem niet meer in mijn huis, want hij maakt net zo goed bommen. Dat gaat hij dit keer nemen? Hij heeft het verleden keer me zwaard meegenomen. Daar heeft hij 10 maanden voor gezeten. Omdat hij iemand neerstak bijna. En dan sta je opeens met de stempel op je hoofd. Een van de moeilijkste jongeren van Nederland. Dan klopt het toch ook een heleboel niet? Oh, jij zeker opgedronken. Ja, man. Hoe denk je dat het gekomen is dat je een van de moeilijkste jongens van Nederland wordt genoemd? Ik denk dat dat zeker komt omdat er in mijn verleden al te veel fouten zijn gemaakt. En ik kansen gewoon niet wou accepteren omdat de kansen die ik daarvoor aangereikt kreeg me alleen maar dieper in de put werkten. Hoe is het begonnen, denk je? Door een jongetje op zijn 8e al tussen jongens in Tijning Rijn bijvoorbeeld te zetten als een jeugdvangenis, hoor je oorspronkelijk pas vanaf je 12e te komen. En jij zat er op je 8-jarige leeftijd dan? 8e. En zelfs 12 is heel zeldzaam. En wat gaat er daar dan fout? Want je wordt daar natuurlijk ook ingezet omdat je iets gedaan hebt, neem ik aan. Nee. Oh. Jeugdzorg kon me gewoon niet handelen omdat ik gewoon niet mee wou werken in andere instellingen. Ja, je bent een jongetje, je wilt gewoon naar je ouders. En als daar niet naar wordt geluisterd en je gewoon steeds geprobeerd wordt in een tuigje te plaatsen omdat je anders wegloopt naar huis. In een tuigje? Ik ben gewoon in een stoel in een tuigje neergegooid op mijn 5e. En toen ging ik er dus vandoor met de stoel op mijn rug. Waar was je moeder toen? Mijn moeder is door jeugdzorg als het ware gewoon zwaar verleid. En mijn moeder kan niet goed lezen. Bijna totaal helemaal niet. Jeugdzorg heeft haar op een gegeven moment papieren voor de neus gegooid van teken dit heeft te maken voor Diego voor zijn plaatsingen. En dat waren de papieren voor het ontzegging van het ouderlijk gezag. Dus zij was uit het ouderlijk gezag. Heb je het idee dat je een goede moeder hebt eigenlijk? Ik ben het niet altijd eens met de daden van mijn moeder en de dingen die ze heeft gedaan. Maar mijn moeder heeft een hart van goud en mijn moeder heeft wel altijd geprobeerd om er voor mij te zijn en mij geprobeerd te steunen. Maar kon ze het ook? Even los van hoe goed ze de best deed. Nee, ze kon het niet omdat haar de kansen sowieso niet meer werden geboden. Ja. Er is een moment wat misschien wel het naaste moment uit jouw jeugd is geweest. Dat je in Harreveld heet dat terecht bent gekomen. Daarvoor ben je ook een aantal jaren geleden geïnterviewd bij de Evangelische Omroep. Voor het programma Netwerk. Toen heette je anders. Toen heette je Ricardo. Ricardo. We zien je niet helemaal, maar we horen je wel. Jij bent het en jij vertelt het verhaal. Wat daar
Wat daar gebeurde, want je bent daar misbruikt, je bent daar verkracht. En dit is het verhaal wat je vertelde, wat er toen je 11 was, gebeurde dat? Of nee, hoe oud was je toen het gebeurde? 11, hè? Ja. Tussen zijn 8e en zijn 11e is dat. Tussen je 8e en je 11e. Laten we even naar je luisteren. Wat voor dingen doen ze? Neuken. Ze doen veldpapier uitwisselen met sperma erop en oplikken. Ja, eentje gaat zo op zijn knieën staan. De andere pakt spiemel en duwt hem in zijn mond. En de andere doet hem in zijn kont. Waarom was je daar geplaatst eigenlijk? Omdat ze erachter kwamen na 6 maanden dat een jongen van 8 jaar niet echt in een jeugdgevangenis hoort. Maar dan gooi je ze opnieuw in een jeugdgevangenis. Want wie zaten daar? In een jeugdgevangenis? Of? In dat Harreveld? In dat Harreveld zaten 3 jongens die mij 3 jaar lang hebben misbruikt. Ja, maar, waarom zaten zij daar? De jongens zaten daar omdat ze of een geweldsdelict hadden of zware gedragsproblemen of ja. Zedendelinquenten. Zedendelinquenten, inderdaad. Ja, eigenlijk al het schoren van heel Nederland op één kluitje gedrukt. Ja. Ja, op een gegeven moment heeft de rechter, toen je daar was ontsnapt, geloof ik, of weggegaan was, jou daar weer naartoe teruggestuurd. Ja. Ik zat in de rechtbank. Ik heb het verhaal aan de rechtbank uitgelegd. En zelfs in Harreveld. Harreveld heeft in eerste instantie geprobeerd in de doofpot te douwen. Mm-hmm. Toen hebben ze, na 3 jaar kwam ik er pas achter dat ze het in de doofpot hadden gedouwd. Omdat ze 3 jaar lang tegen mij zeiden, we hebben het aan je ouders en iedereen verteld. Maar er wordt aan gewerkt. En je moet het maar even afwachten. Ja, je bent jongens van 8 jaar. Zo goed weet je de stand van zaken op dat gebied ook nog niet. Nee. En op een gegeven moment in de moederuitbarsting roep je tegen je moeder van, mam, waarom help je me niet? Je weet wat er allemaal gebeurt, maar toch laat je het gebeuren. En zij kijkt me aan en ze zegt, wat gebeurt er dan? En als je het dan vertelt dat je erachter komt, gewoon dat het nooit benoemd is. Er is nooit een rapport van gemaakt. Ze wist van niks? Niemand wist wat. Nee. Heb je het gevoel dat de agressie die je later in je, laten we zeggen, criminele loopbaan tentoon heb gespreid, dat hij daar zijn oorzaak in vindt? Dat je agressie daar is ontstaan? Mijn elke woedeuitbarsting die gaat vooraf met een flashback uit Harreveld. Dat we zeker weten. Ja, nou, ik weet er natuurlijk geen bal van. Maar is het niet zo dat er mensen zijn, psychologen, psychiaters, hulpverleners, die jou gewoon bij de lurven zouden kunnen pakken, zouden kunnen helpen en jou op de een of andere manier op een goed spoor kunnen zetten? Want je bent als ik naar je luister, je formuleert goed, je bent een slimme jongen. Bij hoeveel hulpverleners ben je al geweest? Ik ben ook de jongen geweest met de meeste jeugdinstellingen in Nederland. Ik heb er 37 gehad, terwijl gemiddeld krijgen er maar 2 of 3. Maar ik denk als de vraag van of een hulpverlener iemand kan helpen, denk ik dat je het best aan Bram kan vragen. Bram is iemand van een stichting die me op dit moment nog altijd ondersteunt. Bram zit daar, hè? Ja. We hebben Bram gezien in het programma van Mildred. Kun je antwoord geven op de vraag? Wat kun je doen aan iemand die slim is, ja, maar een hele slechte geschiedenis hebt om die op de rails te krijgen? Ja, nou, het probleem met Diego toen hij bij ons binnenkwam, bij de Trickstan, dat Diego natuurlijk een verleden van hulpverlening achter de rug heeft. En allerlei hulpverleningsinstanties zijn met hem bezig geweest. Terwijl ze eigenlijk, en dat was ook toen hij bij ons kwam, dit liep hij ook bij hulpverlening, terwijl je van tevoren weet, het probleem wat Diego heeft, dat kunnen hun niet oplossen, maar ze pakken zo'n jongen op. En die is bij hun ingeschreven als zijn, hij staat bij ons aan de begeleiding. En zo'n jongen die gaat van opvang naar opvang. In de laatste 3 maanden heeft hij in 5 verschillende opvangen gezeten. Hij verblijft er nu ook. En ik moet je zeggen, die mensen zullen heus de best wel doen. Maar de hulp die Diego nodig heeft, dat heb ik ook. Ik heb het gewoon gezegd tegen hem. Hij verblijft bij ons, maar ik kan Diego niet helpen met de problemen die bij zijn tussen zijn oren zitten. Daar moet gewoon specialistische zorg op, of hulp, wat hij al aangaf. Tot Diego, tot ze met die jongen aan de gang gaan. Mm-hmm. Jij zit hier ook omdat je dat zelf ook wel ziet en voelt. Hè? Jij wilt ook gewoon dat er wat met je gebeurt, toch? Of niet? Klopt, maar niks durven we met mij te werken. Nou ja, op het eind van het documentaire vertel je ook dat je Molotov cocktails hebt gemaakt. Dat is nog niet zo lang geleden. Wat heb je daarmee gedaan? Op een gegeven moment heb ik met een paar vrienden een uitzending van Jackass bekeken. Jackass is, ja, ik weet in ieder geval.
Dat weten daar, we ja, is. Dat, ja. dat, daar werden molotov cocktails in gegooid. En daar gebeurde het niet zoals bij ons. Destijds heb ik een molotov cocktail nagemaakt, 3 stuks. De eerste die kwam net tussen de bosjes terecht. Maar ik wil heel graag even wat inbrengen. Want ik denk dat de vraag gewoon veel belangrijker is. Niet wat hij allemaal heeft gedaan, maar waarom hij de dingen doet die hij af en toe doet. Dat is gewoon veel belangrijker, denk ik. Diego die is, toen hij 3 was, is hij uit huis geplaatst. Dat hebben we al wel ja, maar dat ik, maar ik vind het toch heel erg belangrijk. Want als je op een gegeven moment je bent drie jaar oud, je wordt uit huis geplaatst. Je ouders kunnen niet voor jou zorgen. Je bent op een gegeven moment 8. Je bent een onhandelbaar jongen. Zo word je. Hè, dus je bent onhandelbaar, vindt men. Oké. En dan ben je 8 en dan word je in een jeugdgevangenis geplaatst. Maar Milton, met alle respect, dat hebben we juist naar voren gehad. Ja, maar ik vind dat het echt heel belangrijk is. Precies, waarom? Omdat hij is zo gehospitaliseerd, wat hij ook zelf zegt. Hij heeft zoveel slechte dingen in zijn leven gezien, in die jeugdgevangenissen. Op een gegeven moment zijn bepaalde dingen gewoon normaal voor je geworden. Maar kunt u dan 1 ding noemen waarvan u zegt van, als we daarmee zouden beginnen, dan zou dat helpen? U zei van, u hebt toch gezegd dat het allemaal heel moeilijk is, maar wat is dan het begin van helpen? Ik kan daar wel antwoord op geven. Want ik heb ook altijd wel eens, word ik niet boos meer, maar verbaas ik mij over de vragen die daarover gesteld worden. Wat is er nou aan de hand? Met Diego, hij is bij ons gekomen en we hebben gekeken wat Diego nodig heeft. Maar ook wat hij niet heeft. En dan ga je kijken, wat is er met die jongen aan de hand? En hoef je niet onder een stoelen bank te steken tot wat er gebeurd is met die jongen. Dat natuurlijk buiten proportie. Het is een geval. Maar ik kan niet zeggen, daar lopen er duizenden van rond. En waarvan je later leest, hij was bekend bij de hulpverlening. Daar hebben we het over. Mm-hmm. Ja. Wat te doen is die jongen een thuisbasis bieden. Wie gaat het doen? Dat is de vraag. Dus heel veel instanties zijn met jongeren bezig. Maar wie is nou in staat om zo'n jongen, hij verblijft nu ook in de opvang. Ik heb hem vanavond wat opgehaald in Schilderswijk. Om 6:30 stond hij daar klaar. Ik zeg, Diego, hij zegt, ik ga mijn verhaal vertellen. Ik zeg, oké, prima, als jij dat wil. Hij ziet dus een stukje verwerking ook van zijn verleden. Ja. Dus ik vind het nog dapper ook van hem. Ja. Waar woon je tegenwoordig? Wie neemt het op zich? Wie is er dan verantwoordelijk voor? Ik woon op dit moment in een kamertraining. Dat heet Vast en Verder. Eén ding moet ik echt al van tevoren aangeven. Van alle instellingen waar ik op dit moment heb gezeten, heb ik bijna nog nooit een team gezien dat zo sterk in zijn schoenen staat. En met alle mensen met echt een hart van goud. Dus je hebt al enige hoop? Nee, dat is het hele punt. De bedoeling van de mensen is perfect. Elke leiding geef ik een knuffel voordat ik naar slaap ga, omdat ik ze zo erg mag. Nog nooit gehad. Maar leren daar ga ik niet doen. Ik ga daar niet aan mijn problemen kunnen werken. En de enige reden daardoor is omdat de instanties die dat wel kunnen mij niet meer willen helpen. En gewoon als jeugdzorg een aanvraag van mij in de brief doet en de naam Diego Hamdag al zien, dat ze al direct zeggen van laat maar. En misschien zou dat komen door uw collega meneer Kram, bijvoorbeeld op het bezuinigen van de jeugdhulpverlening. We gaan hier nog wel een keer op terugkomen op de een of andere manier. En als het niet hier is, ergens anders. Want jouw uitzending is wanneer? Onze uitzending is zondag 5:00 op Nederland 2. Precies. En dus 1 deel. Er komt nog een 2e deel ook. Ja, 50 minuten is het. Ja. Oké. We gaan straks praten met Peter Erdevries, over een huurmoordenaar die, dat is eigenlijk al genoeg dat u denkt, ik ga nog niet slapen. En we gaan praten over speeches. Waar moeten ze aan voldoen en wie kan het goed en wie wat minder? Maar eerst naar de ZAP-service.